Ik dacht, ik doe vandaag mijn cactustrui aan om een beetje één te zijn met de planten. Ik ben namelijk vandaag bloemist. Marco, jij bent bloemist in Amsterdam. Ja, klopt. Jij staat al heel veel boeketten te maken, zie ik. Ja, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ja. We zijn de hele dag met bloemen bezig. Dus jullie zijn best wel vroeg begonnen ook vanochtend, ja, toch? Ja, 5 uur op de veiling. En hier dan 7 uur, 8 uur de winkel openen. 5 uur? Ja. Jeetje. Dus verser kan niet eigenlijk. Nee, inderdaad. Nee. En hoe weet je nou hoe je op een dag hoeveel bloemen je moet kopen? Ja, dat is een beetje ervaring. En aan de hand van de bestellingen en wat voor dagen het zijn. Wat ga ik doen vandaag? Nou, we hebben toevallig een bruidsboeket vandaag voor een echtpaar. Dus misschien is het leuk als jij die gaat maken. Oeh, dat vind ik wel cool. Ja, ik moet me dan nog wel eventjes een beetje leren hoe je een boeket door elkaar doet. Ja. En hoe ben je erop gekomen om bloemist te worden? Ja, het is eigenlijk uit de familie ontstaan, maar ook het liefde van het vak. Les 1. Wat vind je nou het allerleukste om te maken? Ja, de grote bloemstukken. Echt. Ja, echt, ja, echt de grote kunstwerken. Die grote zalen komen te staan. En dat vind ik wel het mooiste. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje een soort kunstwerk. Ja, ja. Nou, ik heb de bloemetjes buiten gezet. Laten we eerst bij een normaal boeket beginnen, zeg maar. En dan kunnen we het straks opbouwen eventueel naar het bruidsboeketje. Dus kopen mensen nou ook echt andere bloemen per seizoen? Ja, er is natuurlijk een ander aanbod aan bloemen in elk seizoen. Want in de herfst willen ze toch graag de herfstchrysanthemen en dat soort bloemen. In het voorjaar, zoals nu, de pioenroos en echte zomerbloemen beginnen. Ja, je hebt nu een beetje een beginnetje. Ja. En dan moet je steeds eigenlijk een apart bloemetje in het boeketje af en toe een beetje draaien in je hand. We hebben een knaksituatie. Ja, nou, die gebruik je in een klein boeketje. Oké. Ik kamp met een ontzettend vasthoudprobleem. Maar daar hebben we elastiekjes voor. Wat vind je ervan so far? Zeg maar eerlijk. Nee, helemaal goed. Oké. Beginnisten. Nog 5 jaar oefenen en we zijn. Nou, ik ga mijn eigen bos bezorgen. Ik hoop dat ze het mooi vinden. Ja, ik kom bloemen. Nee, is het nog niet open? Hallo, bloemen voor u. Nou, de bloemen zijn daar al verwelkt. Hallo. Hallo. Hi. Ik heb een bos bloemen voor jou. Wat prachtig. Doei. Wat vind jij er zo leuk aan om bloemist te zijn? Nou, je bent met een vers product bezig de hele dag. En het is wel fijn dat je mensen daarmee happy kan maken. En tot ze weer blij de deur uitgaan met iets wat ze echt willen en zoeken. En ja. En dat, ja, zeg het met bloemen. Ja, zeg het met bloemen. Dat is mooi gezegd. Ja. Nou, super toch? Mooi boeket weer voor de mensen. Ik heb hier al het begin gemaakt van het bruidsboeket. Mm-hmm. En wat moet je nou kunnen om een goede bloemist te zijn? Nou, je moet natuurlijk gevoel hebben voor de flora en een beetje de trends kunnen volgen. Tuurlijk. Creatief moet je zijn. Groene vingers hebben. Ja. Maar je mag vooral geen hooibord. Nee, dat lijkt me het allerbelangrijkste. Ik heb hem af. Ziet er mooi uit. Ja? Ja. Wow, ik zie nu pas hoe grote handen jij hebt. Ja, zo kan ik het ook. Even kijken of ze het goed doen.